Er zijn nog steeds bedrijven die maandag, aanstaande maandag tijdens een vergadering zeggen: Ik heb een goed idee. We moeten iets met podcasting doen, want volgens mij is dat wel aardig populair. Dat had je ook natuurlijk bij de, de apps. Ja, en dan, uh, dan, dan wordt het een soort doel in plaats van middel. En dan gaat het, denk ik, mis. Dit is de inbound forecast. Met in iedere aflevering één inbound marketingtrend. Hoi, ik ben Jeroen Arkes en je luistert naar de Inbound Forecast. De podcast waarin we iedere aflevering één inbound marketing trend bespreken. En vandaag doe ik dat met Richard Otto van ja, eigenlijk van een heleboel dingen. Hè. Van Access to Content, Tens Media, Spreekbuis.nl, uh, de online radio, <laughs> online radio Awards. Online Radio Awards, ik geef wat advies op het gebied van communicatie. En als iets, ook geen onbekende, uh, onbekend bedrijf. Uh, dus best wel breed in de media. De uh, ja, term podcast komt natuurlijk regelmatig voor. Uh, uh, dat komt omdat, uh, omdat ik natuurlijk ook uitgever ben van een uh, vakmedia platform. Het uh, uh, ja, is natuurlijk heel populair en je ziet dat uh, ook op de sites terugkomen, veelvuldig, in het nieuws in de interviews, maar ook uh, op het gebied van events natuurlijk. Dus dat uh, doen we onder andere met de Online Radio Awards die uh, binnenkort weer uh, wordt gehouden op 19 Kenne, mei. Daar kennen ja. we elkaar trouwens ook van, hè? Daar kennen we elkaar van. Ja, ja. Ik ben drie keer uh, genomineerd geweest en niet uh, gewonnen. Nee, <laughs> nee. Dat nee, nee, kan altijd komen. Kan dat? Kan Kan nog komen. Ja, natuurlijk. Ik, ik ben De bussen uh... zijn nog niet open nu op dit moment dat we dit uh, opnemen. Precies. Moet ik er wel bij zeggen, dat was op online radi radio gebied en dat uh, dat doe ik inmiddels ook niet meer. Dus uh... Maar we gaan vandaag praten over podcasting. Ja. En dat is volgens jou een, een trend voor het komende jaar. Nou ja, een trend. Voor mij zei hij <laughs> dat vijf jaar geleden al dat het een trend was. Als je nu zegt het is een trend, dan het lijkt blijft dat goed. Te, Dan ben je niet echt een trendwatcher meer. Bij, nee, daar heb je heb je punt. Nee, heb je kijk, je ziet. Uh, het is natuurlijk een best wel rare gewaarwording uh, geweest de afgelopen tijd. We hebben corona gehad. En uh, ik heb dat ook wel eens met uh, mijn compaan uh, Patrick Kikker over gehad, de oud radiomaker. Want daar heb jij samen een podcast mee, hè? Daar heb ik samen mee een podcast en hij schrijft columns voor spreekbuis. Dus ja. uh, en af en toe gaan we we naar de Chinees toe. <laughs> uh, de meestal hele traditionele Chinees ook nog, waar we de mooie pingeling geluidjes achter en dan verluister jij, door. dan verluister jij hem alle roddels in die uh, die die op no, dat is niet hoor. want hij uh, hoort, hij heeft zelf ook genoeg uh, spionnen om het zo om te zeggen. Ja, ja, en zo Wordt ja, ja. dat voor mij genoemd bij de Juice-kanalen. en hij Klopt heeft ja. hij is eigenlijk natuurlijk een soort juice kanaal uh, heeft hij zelf met, uh, maar dan op radiogebied. Ja. Uh, en daar hebben we het ook wel over. Van, hoe zit dat nou met corona? Hè? Je ziet toch wel dat de hele luisterconsumptie natuurlijk anders is geworden. Aan de ene kant zie je dat uh, de, het geen early adapter verhaal meer is. Uh, dus dat de, 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 het grote publiek ook steeds beter de podcast weet te vinden. Uh, dus dat is een goed teken. Aan de andere kant uh, werd ook wel gezegd... dat de intensiviteit van consumptie uh, onder druk uh, komt te staan. Uh, dat begrijp ik ook wel. Want als je gewoon thuis zit en uh, je zit niet meer in de file... of uh, je staat niet meer in de sportscholen... omdat die dicht waren toen de tijd dan in ieder geval... dan uh, mis je een aantal belangrijke momenten voor het luisteren van podcasts. Het geldt ik denk, voor mij zeker. Ik, ja. uh, ik zat drie uur per dag in de auto. Vanaf corona was dat in één keer nul. Of, of hooguit één dag in de week. En dan wordt het wel een heel stuk minder. Want dan, dan, dan kies je toch sneller voor Netflix of een andere videodienst. Ja, ik loop niet met een koptelefoon thuis. Uh, met mijn kinderen erbij. Uh, dus uh, zo, so, ik kan me niet helemaal. Ik kan me niet helemaal. Helaas. Ja. Uh, als je het hebt over trends. denk ik wel van. Ja, de, de, de podcastwereld verandert wel. Er de, de is nog steeds een groei uh, in het aantal. Uh, wat soms wel zorgelijk is. Want. Misschien stonden er wel steeds, uh, tot heel veel bedrijven die nog niet helemaal door hebben van uh, hoe gaan we hier nou geld mee verdienen. Ik had eigenlijk al wel verwacht dat er een wel een aardige out zou zijn in de coronatijd. Uh, nou, dat is niet gebeurd. Het is natuurlijk een hele rare coronatijd geweest waar uh, dat zag je eigenlijk ook in bedrijven. Er was in twintig jaar tijd zijn er nog nooit zo weinig bedrijven failliet gegaan. Uh, uh, en blijkbaar is er dan ook gewoon geld om uh, in podcasts te stoppen, terwijl er niet altijd direct een verdienmodel uh, aan zit. Ik denk ook wel dat de, de vormen gaan veranderen. Uh, is, is het is trouwens wel een, een probleem volgens mij ook hoor. Want als ik het nu moet inschatten, dan zou ik zeggen dat het aanbod de komende jaren een paar keer gaat verdubbelen qua aantal podcasts. Bijna je kunt luisteren, maar ik geloof niet dat, dat het uh, luistergedrag dermate had meegroeid. Nee, ik ook niet. Nee, nee, de concurrentie nee, denk... gaat uh, heel, he heel heftig worden volgens mij. Nou ja, kijk, er de, 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 de zijn natuurlijk heel veel mensen die tussenwallen schip zijn gevallen in de media. Uh, dat gebeurt eigenlijk altijd, want er zitten natuurlijk heel veel freelancers ook bij, die dan opeens podcast-coach worden. Uh, uh, ja, weet je, de, hoe, hoeveel bedrijven kunnen er bestaan uh, om daar een echte uh, goede boterham mee te verdienen? Er zijn wel heel veel podcastbedrijven. Bij de KVK hadden ze het over meer dan 600 ingeschreven podcastbedrijven. En Dan hebben we het ook nog ineens over mensen die gewoon journalist zijn en een podcast maken. Die ineens zo bij de KVK uh, vermeld staan. Ik ben er trouwens wel... Uh, ik zit er even over na te denken. Ik ben er wel één van, want ik heb een uh, twee jaar een stichting gehad. En vanuit die stichting hebben we een podcast uh, gemaakt. Dus, nou ja, uh, dat is... Het. Maar goed, uh, daar zat geen verdienmodel aan, maar dat was gewoon puur... Uh, dan staat ook weer radio aangekoppeld en dan is dat handig vanuit de Stichting. Ja, nou ja, het, het is. Uh, ik denk ook wel dat de, de podcasts waren ook in mijn optiek ook wel heel erg lang. Hè. Ik, uh, ik zit dan in, uh, in een soort fitnessklasje op maandag, woensdag en vrijdag. Uh, en dat zijn hele korte sessies van uh, 35 tot 40 minuten. Dus dan kom ik daar aan en dan doe ik die koptelefoon op en dan ga ik een podcast luisteren. Maar doorgaans heb ik tweeënhalve uh, sessie nodig, dus bijna een hele werkweek. Uh, ik uh, ik heb zien drie keer ga om een podcast te luisteren. En als je dan kijkt, ja, ik zit er natuurlijk met mijn neus op hoeveel podcasts eruit komen. Uh, denk ik van, hoe, uh, gaan, uh, hoe gaan we die allemaal beluisteren? Of hoe gaan er in ieder geval podcasts zijn die. Een beetje aantallen maken. En dan heb je natuurlijk ook nog eigenlijk het probleem dat bedrijven vaak het, de, hetzelfde, probleem, of hetzelfde fout maken als bij apps. Ik heb vroeger veel apps uh, ontwikkeld. Uh, daar wordt dan heel veel geld voor, voor vrijgemaakt. En dan is de app klaar, in dit geval de, de podcast, en dan is er geen geld gereserveerd voor marketing. Ja, ja en, is... en podcast marketing is best wel moeilijk. Ik heb het. Nou, uh... ja, dat is, uiteindelijk gaat het om een contentstrategie uh, in de breedste zin van het woord. Dus uh, uh, de, als je een podcast maakt, dan moet je daar een goed voorbeeld. Uh, dat is zelfs geen, geen een commerciële podcast, maar dat is 30 Minuten Rauw van, uh, uh, van Ruud de Wild. Die heeft daar een producer op zitten, die maakt daar een uh, artikel van, die haalt daar de highlights uit en die stuurt die als persbericht overal heen. Uh, ja, dat, zo, dat zijn natuurlijk eigenlijk. Dat kost wel tijd, maar weinig geld. Maar het zijn wel de manieren natuurlijk. om je podcast onder de aandacht te brengen. Nou ja, daarnaast kan je natuurlijk best wel wat, uh, wat geld vrijspelen. voor marketingdoeleinden. Om, om dat te verbeteren. Als ik in, in het tip... verleden kijk naar bijvoorbeeld. blogartikelen. die ik voor uh, werkgevers. waar ik vroeger voor gewerkt heb. heb gemaakt. Het bereik wat je daarmee had. en als ik dat dan nu vergelijk met een zakelijke podcast. Dan vind ik het nog best wel moeilijk om daarbij in de buurt te komen, ook qua downloads. Ja, en dan moet je ook nog een verhaal. Uh, kijk, je kan het één keer verkopen maar, uh, aan, aan een bedrijf. Maar als een bedrijf zegt van uh, Leuk, maar uh, het ziet er hartstikke mooi uit, maar waar, ik heb geen luisteraars. Uh, ja, bereik is vaak toch nog een, een dingetje. Hoeft helemaal niet te zijn trouwens. Hè? Er zijn natuurlijk ook nog best wel bedrijven die zeggen van... ik gebruik het uh, in plaats van een dagkaart. gaan wij gewoon een serie maken per afdeling. En dan gaan mensen met elkaar praten. En dan gaan ze kijken naar wat, waarom zij bestaan. En waarom, wat voor werk zij doen uh, uh, binnen, binnen het bedrijf. Nou ja, daar kan je ook heel veel voordelen uit halen. Terwijl dat er helemaal niet over bereik gaat. Nou, wat ik wel een uh, leuk voorbeeld daar trouwens ook van vind, dat is... Uh... Ik heb een organisatie geholpen met een podcast. En uh, ik, ik had zelf van tevoren veel meer verwacht van het aantal downloads. Uh, maar ik had, net als nu had ik ook uh, camera meegenomen, erop gezet. Uh, allerlei leuke korte snippets voor LinkedIn uitgeknipt. En uh, mijn eindconclusie was eigenlijk van hé, hey, die, die snippets, dat is juist wat nu zo interessant is geweest hieraan. Die downloads die zijn misschien niet wat ik verwacht had. Alleen die video's die zijn door enorm veel mensen op LinkedIn gezien. Veel engagement. Uh... En die had ik niet gehad zonder de podcast. Nee, kijk, dan is podcast bij een onderdeel misschien geworden van eigenlijk je hele mediastrategie. En schrijf je ook gedeeltes uit en zet je het op ook. de website of zet je een paar filmpjes op YouTube of op Instagram of Facebook? We hebben een aantal of geëxperimenteerd inderdaad met whitepaper ervan maken, met artikelen ervan schrijven. En dan merk je wel weer dat het best wel weer een goedkope manier is. Want je stuurt gewoon het, het rauwe audiobestand op naar een copywriter. En een paar dagen later heb je een artikel of een whitepaper... krijg je uh, terug, zeg maar. Nou, kijk, als nu, we hebben het nu over. Dit, dit gesprek is ook al, heeft ook wel waarde. Hè? Zonder dat je meteen nu uh, geld verdient, misschien met de, deze podcast. Ja. En dat, is het, uh, dat zijn natuurlijk ook wel dingen die van belang zijn. Alleen het is wel van belang dat je dat bij als podcastmaker bij je klant in ieder geval duidelijk uitlegt van je hebt marketing nodig, uh, denk aan je verwachtingen. En er zijn natuurlijk echt wel branded podcasts die echt de lucht in zijn geschoten. Alleen uh, je moet wel uh, managing expectations uh, doen, denk ik. Uh, zeker als je kijkt hoe ontiegelijk uh, veel, veel uh, podcasts er zijn. En uh, er zijn nog steeds bedrijven die maandag, aanstaande maandag, tijdens een vergadering zeggen, ik heb een goed idee. We moeten iets met podcasting doen, want volgens mij is dat wel aardig populair. Dat had je ook natuurlijk bij de, de apps. Ja, en dan, uh, dan, dan wordt het een soort doel in plaats van middel. En dan gaat het, denk ik, mis. Klopt. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is, inderdaad, dat je, dat je het doet omdat je het leuk vindt, dat je er een passie voor hebt. En, en soms zit de waarde ook in, uh, op een hele andere manier daarin. Want uh, ik heb jaren geleden, dat is uh, weet ik veel, 2015 of zo, uh, heb ik drie keer een interview gedaan met een organisatie die ik niet kende. Over hoe pakken jullie inbouw marketing aan? En dat, uh, dat artikel is dan gepubliceerd op ons eigen blog, wat we destijds hadden. Um, alleen wat dus heel grappig is, van die drie bedrijven zijn er twee klant geworden. Bij twee kwam er een opdracht uit, omdat je bij een bedrijf aan tafel komt, waar je nooit aan tafel was gekomen. Ja. Als je zegt van joh, ik heb een heel goed salesvoorstel voor jullie hier liggen, of een, ik zie een kans. Uh, met een interview wil iedereen meewerken, met een podcast ook. Ja, nu nog hè maar ja, als er straks vijf, hierna ook nog vijf Gerald Arkers langskomen... komen, ja dat zeg je en, nee uh, waarschijnlijk. <laughs> nee, dat is, het heeft nu natuurlijk nog wel het is broadcasting, het, is, uh, het heeft dan bepaalde waarden en mensen zijn ijdel ook. Laat ik zijn, er zijn gewoon heel veel mensen die zeggen van uh, natuurlijk wil ik geïnterviewd worden. Er zijn maar weinig partijen die zeggen van nee, dat wil ik niet. Klopt. Wat me wel opvalt is, uh, ik heb dan uh, in de metro een uh, uh, wekelijks een, een item waar iemand uit de media, voor mij ben jij zelfs een keer geweest. Zeker. Een paar weken geleden uh, iemand die iets met media doet uh, vertelt over uh, zijn of haar top vijf meest populaire of uh, meest favoriete podcasts. Uh, ik kom toch wel heel veel mensen tegen. Ik zal ze niet bij naam noemen, uh, want er zitten wel een aantal bekenden ertussen die gewoon wel podcasts maken, maar klaarblijkelijk niet luisteren. Oh. Nou, dat is toch ook wel een beetje zorgelijk, vind ik dat. Uh, ja, dat. Maar dat is natuurlijk. Je kan ook maar een beperkt aantal podcasts tot je nemen. Dat zie ik bij mezelf ook. En uh, ik denk wel dat de komende tijd misschien wel veel meer kortere podcasts komen. Uh, en misschien ook wel podcasts die gewoon elke dag op hetzelfde moment uitkomen. Maar wat je zegt over kort, dat vind ik nog wel een hele interessante. Uh, je zei net van uh, dat fitnessklasje tweeënhalve les om één aflevering te luisteren. Ik heb laatst, of laatste maand of twee, drie geleden... heb ik de eerste podcast van Joe Rogan geluisterd. Dat had ik nog nooit geluisterd, maar goed. Ware, dat is de, de, de grootste mij, podcast wereldwijd, <laughs> dus dan moet je dat toch een keer naar luisteren. Ik heb er een week over gedaan. En volgens mij publiceert hij dagelijks. Dus dat, dat vond ik dan ook wel bizar. Dat Blijkbaar de, de meest populaire podcast wereldwijd... Die kan, die kan het zich veroorloven om een aflevering van drie uur lang te maken. Ja. <laughs> ja, dat, 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 dat kan. En het, Dat... Uh... Uh, ik, ik denk wel dat het wel interessant is om in een soort dagelijkse uh, terugkerende consumptie uh, te komen. Of het nou een krant is die door een bus heen gaat. Een, een radio uh, zender die in je wekker zit en oppopt. Uh, maar ook gewoon een, een podcast die uh, continu terugkerend is. Dat lijkt mij een hele interessante manier. Ik heb het al eens met Patrick over gehad van laten we eens kijken of we gewoon één keer per dag één vraag beantwoord kunnen krijgen. Dus, hoe denk jij over de overname van uh, dag en nacht media? Antwoord, heb je twee minuten een podcast. Ja. Volgende dag een andere vraag. En dan misschien wel over de televisiewereld. Hoe, hè? Wat vond je van de Songfestival? Wel leuk. Um, en als je dat elke keer... Uh, had er geen zin in trouwens, moet ik er meteen bij zeggen. Als spoiler alert. <laughs> maar um, als je dat elke dag op hetzelfde moment terug laat komen... en dat moet er gewoon een hele korte... Duidelijke vragen en antwoorden zijn. En ja, dan ga je onderdeel worden van de routine van mensen. Dat als ze aan het ontbijten ja. zijn of op de wc zitten of whatever. Ja. Afhankelijk van hoe kort ze zijn. En maar... als je ze zo nog zo maakt dat je ze ook. Uh, bijvoorbeeld als je zo getriggerd bent en je, je, hebt, je ligt toch de hele dag op het strand en je hebt de hele dag niks te doen. Dat je ook gewoon meteen wel 20 of 30 of 40 kan, kan beluisteren, uh, is dat ook wel een interessante. Dus in plaats van een interview die je vaak hebt van uh, voor mij, ik heb het laatst opgezocht 25 minuten is gemiddeld een, een podcast. En er zitten natuurlijk ook uitschieters bij. Je noemde net al Joe Rogan. Ja, uh, kan je beter dat allemaal gewoon voor mij sluizen? In, in kleine onderdelen. En uh, dat ook misschien wel in, qua onderdelen uh, pas klaar maken voor verschillende platforms. In plaats van uh, gewoon maar één groot audio-geheel uh, uploaden. Ik, ik heb daar laatst, of laatst, uh, vorige zomer een leuk experiment mee gedaan. Uh, ik, ik had toen nog die, die, die piratenpodcast die ik. Uh, ...twee jaar gedaan heb. Ja. En toen hadden we een zomerstop. Een beetje, nou ja, weinig tijd. Dus we hadden zoiets van... ...we gaan niet iedere week nu een aflevering maken. Um, toen heb ik, moet ik even denken... ...ik denk zes of zeven uh, jongens laten langskomen... ...die vinyl verzamelen. Uh, gewoon plaatjes. En vaak bij vinyl, uh, die verzamelaars... ...die hebben altijd wel bijzondere plaatjes... ...waar ze een heel mooi verhaal nou. bij hebben. Hoe komen ze eraan? Of uh, waarom is die plaat zo bijzonder? Ik heb ze gewoon allemaal gevraagd van... ...neem zes of zeven plaatjes mee... Uh, hele korte gesprekjes van nou ja, drie of vier minuten... van waarom is die plaat zo mooi. USB, uh, 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 platenspeler op mijn mengpaneel aangesloten, plaat instatten. Uh, dus dan heb je eerst een kort gesprekje, dan kun je er naar luisteren. Toen heb ik gewoon, uh, nou ja, in, in, in al met al nog geen dagtijd... heb ik voor de hele zomer, ik weet niet hoeveel afleveringen kunnen maken. Ja, dat ik leuk. vind dat een uh, interessant verhaal. Ik, je, je, je hoeft dus, je kan gewoon nog steeds een heel interview opnemen. Uh, je zal iets meer geregisseerd uh, te pas moeten gaan. Hè. Je kan niet zomaar overal uh, een, uh, gaan editen en ga, gaan snijden. Uh, dus het zullen toch meer uh, duidelijke vragen en antwoorden zijn en moeten zijn, waar je niet zegt van, oh, hoe bedoel je dat? Want dan ja. klopt het al niet meer. Maar als je gewoon uh, dit soort items maakt, kan dat gewoon in dezelfde bijna dezelfde tijd als uh, als één. Interview. En die kan je dan inderdaad helemaal uitsmeren en op verschillende plekken plaatsen. Uh, en je ziet gewoon dat het veel toegankelijker gaat worden voor consumptie, in mijn optiek. Ja. Uh, dus ik hoop dat ik dat meer gezien. zien. Uh, dat is uh, denk ik een trend. Uh, en wat, wat ik trouwens ook wel, ik ben ook wel ja. benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Um, kijk, deze podcast gaat over inbouwmarketing. Ja. En um, uh, wat ik aan het begin heel erg zag, is dat voornamelijk toch de, de media persoonlijkheden of bedrijven. Met allerlei uh, hele leuke podcastseries kwamen. En dat nu eigenlijk de laatste jaren dat het aandeel bedrijven die gewoon een eigen podcast lanceren. waarin meer kennis wordt gedeeld, voor het leadership wordt geclaimd. Um, dat dat wel steeds groter wordt. En dat die eigenlijk gaan concurreren met de bekende Nederlanders. en met ja, de, de Talpa's en de, de npo uh, podcast en noem het allemaal maar op. Ja, ik, ik moet denken aan het boek verdwenen merken wat ik een keer heb uitgebracht. Ik breng ook nog boeken uit trouwens. Ik heb nog <laughs> geen verteld dat zijn media en marketingboeken uh, en merkenboeken uh, om nou verdwenen merken uh, wel een aardig bekend boek. Helemaal onder marketingboek te, 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 te scharen durf ik niet te doen. Uh, wat je daar ziet, is dat de, wat ik, ik heb ervoor ge, gekozen om dus merken uh, hoofdstukjes te, te, te maken. Dat heb ik met iemand anders gedaan, alweer in 2015 trouwens. Moeten weer eens een keer een nieuwe versie uitkomen. Uh, en dat ik ook nog uh, bekende uh, mensen uit de media. Plus uh, echte vakreclame uh, mensen, heb ik gevraagd. Wat is jouw favoriete? Uh, verdwenen merk. Uh, als je, als je de puur sector kijkt, dan is eigenlijk de, 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 de vakman, de reclamegoeroe, uh, die misschien niet bij het groot publiek bekend is, maar wel bij de, 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 de vakmedia, de BN'er, laat ik het zomaar noemen. En het merk is natuurlijk gewoon een soort ambassadeur uh, uh, in het geheel van het boek. Uh, en dat is hier ook vaak het geval. Hè? Je had het over bedrijven die podcasts maken. Ja, Dat zijn vaak ook weer bedrijven die uh, een bepaald... Uh, het merk is de ambassadeur. Net als de BN'ers ja. uh, vaak ook de ambassadeur zijn van, uh, van de podcast. Daardoor kunnen die goed met elkaar concurreren. Uiteindelijk moeten ze beide partijen zinnige uh, content brengen. En uh, een, 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 een BN'er die... Uh, die, die geen zinnig verhaal kan vertellen, ja, die heeft niet het eeuwige leven in mijn optiek. Uh, en dat gaat ook voor bedrijven. Hè. De, het hele brand story uh, verhaal is, uh, is uh, bij iedereen bekend. Ja, ja en, en wat ik trouwens ook nog wel een leuke invalshoek vind voor podcast... wat me even te binnen schiet. Ik, heb, um, ik ben zelf een beetje een, een fan van Joe Politie, Dat was de, de oprichter van de Content Marketing Institute. Ja. En uh, ik heb een aantal boeken van hem gelezen. En op een gegeven moment bracht hij een boek uit, uh, Content Inc. En uh, dat jaar kwam hij ook in Nederland, in Amsterdam, op een uh, content marketing event spreken. Dus ik dacht van, nou, daar moet ik naartoe. Dus uh, kaartje gekocht, verhaal aangehoord. En uh, in diezelfde periode uh, ging hij heel fanatiek ook zelf in één keer weer bloggen op zijn eigen website. Uh, hij is dus een podcastserie gestart die Content Inc. heette. Hij was de gast in een aantal andere podcasts. Maar eigenlijk alles wat hij deed, was hetzelfde verhaal. Dus uh, op het event had hij een bepaald verhaal. In het boek stond eigenlijk de iets uitgebreidere versie daarvan. Iedere paragraaf in het boek was een podcastaflevering. Uh, iedere paragraaf in het boek was eigenlijk ook gewoon een blog op zijn website. Ja. Eigenlijk kon je dus gewoon door alle blogs te lezen... had je bijna het hele boek gelezen. Maar toch wil je dan nog steeds het boek blijkbaar ja. hebben. Ja. Tenminste, ik heb hem gekocht. Ja. Was je daar blij mee? Of was je, het verschil natuurlijk? Hè? Want, ik, ik vond dat niet erg. Nee, Want, nou, dat ligt je... aan hoe die brengt. Als je echt denkt van nou, dan krijgen we weer dat verhaal. Aan de ene kant de kracht van herhalingen, zeggen ze wel eens natuurlijk. Aan de andere kant... Ik, kan het ook heel goed zijn natuurlijk dat hij specifieke doelgroepen bereikt die nooit het boek gaan kopen of die nooit de podcast gaan luisteren of nooit. Ja, en ik, ik denk ja. ook dat, uh, kijk, de, de blogs, uh, de podcasts, uh, noem het allemaal. Het was natuurlijk allemaal marketing voor, ja, waarvoor weet ik eigenlijk niet eens. Misschien was het ook allemaal wel marketing voor zijn event uh, Content Marketing World. En niet ja. eens voor het boek zelf. Uh, maar het versterkt elkaar wel. En, en je gaat wel via steeds meer kanalen eigenlijk zo'n persoon volgen en daarmee in contact staan. Dus uh, op die manier vind ik een podcast ook best wel interessant voor heel veel organisaties. Ja, dat blijft ook, uh, uh, maar het geldt net als net zo goed voor video trouwens in mijn optiek of voor een blog. Meens. Meen uh, er is nu een soort uh, ophebeling van podcast. Ja, die gaat misschien wel ver, uh, denk ik. Uh, je moet er wel reëel naar kijken van wat zijn de mogelijkheden en uh, ik denk dat je ook gewoon uh, breed moet gaan kijken van hoe je het gaat inzetten. En, uh... Is het voor iedere organisatie dan ook iets om te overwegen, denk jij? Of, of zeg jij van nee? Net als dat, uh, je, je kan niet alles goed doen? Nee, je hoeft niet alles te doen. Nee, ja, dat klopt. Is er voor iedereen het een interessante noemen, maar... invalshoek te vinden om, om te gaan podcasten? Ja, Kijk. bijna wel. Alleen dan kan je natuurlijk aan het uiteindelijk vragen... heeft het wat met de doelstelling te maken? Ik bedoel, je kan uh, natuurlijk uh, van, de, van de vuilnis ophalen. Dan kan je ook uh, <laughs> uh, kijken van hoe, uh, hoe ja. hebben ze het thuis... en uh, uh, wat doen ze bui buiten werk om? Uh, dat, dat zou je kunnen doen. Nou, misschien meer als je. Uh... Maar dat heeft natuurlijk dan niks met de doelstelling te maken van uh, het bedrijf die dan een podcast inzet. Nou ja, ah, daar nou, kan uh... je trouwens een genoeg mo mooie podcast uh, maken van wat gebeurt er gebeurt je, met je vuil of weet ik wat. Maar... Nee, maar uh, wat ik wel een leuke trend vind, uh, die al heel lang gaande is, maar je ziet natuurlijk dat, dat heel veel bedrijven een beetje het tegenovergestelde doen van wat ze verkopen. Dus McDonald's die verkoopt eigenlijk uh, heel ongezond eten. Uh, maar is vervolgens wel allerlei initiatieven met sport en met gezondheid aan het promoten. Greenwashing, pinkwashing, uh, ja, whitewashing, doen het, uh, uh, noem maar op. <laughs> dat is, uh, de, de shells en, en noem het allemaal maar op. Ja, ja. Um, daar, wordt, uh, daar wordt verschillend in de marketing naar gekeken. Hè? Dus dat, uh, ik, ik vind het zelf wel, uh, ik heb er stiekem wel een klein beetje respect voor dat bedrijven op zo'n manier toch uh, aan hun imago werken. En, en uh, ja. ook leuk, eigenlijk een heel saai onderwerp soms heel leuk maken. Ja, ik, ik zou het ook wel cool vinden als er een soortgelijke uh, McDonald's-keten uh, uh, is die gewoon zegt... Weet je, uh, onze hamburgers zijn gewoon heel erg vet en zijn niet gezond voor je, maar ze zijn wel het lekkerst. Dat zou mooi zijn, toch niet, vind ik. In ja, plaats van het hele verhaal eromheen, hoe goed uh, ze voor de natuur zijn, et cetera. Die grote ketens die zullen dat niet durven, maar uh, daar is zeker wel een markt voor, volgens mij. Dat denk ik ook wel, ja. ja. Dus uh, in, in die zin, zeg maar, is er altijd wel weer, zijn er altijd denk ik, wel aanknopingspunten te vinden. De why van Simon Sinek is natuurlijk uh, een jaar of uh, 7, 8 terug. Was er helemaal zo'n zo hype. Ja, exact. Uh, dat je meer kijkt van waar staan wij nou voor als bedrijf en kunnen we die boodschap ook in een podcast gaan verkondigen zonder dat we aan het verkopen zijn. Want niemand zit te wachten op een commerciële podcast. Ja, dan komt even iemand van de afdeling uh, die uh, over brand, brand safety gaat. En dan zie je eigenlijk oh, ja, 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 dat ja, ja. je een hele week verhaal krijgt op het laatst. Uh, dat is het gevaar wat erachter zit. Hè? Dus dat. Uh, ja, je moet dat als bedrijf wel durven. En zo uh, grappig, want uh, je had het net een paar keer over Patrick Kikken. Ik uh, ga ook nog een aflevering met hem maken. Ja. En dat gaat ook meer over. Uh, we gaan het hebben over. Um, uh, dat, dat bedrijven veel vaker en meer een standpunt zouden moeten durven in te nemen, omdat het juist heel krachtig is en hij is daar natuurlijk uh, het voorbeeld van van iemand die overal een mening over heeft. Ja, nou ja, goed, hij heeft, een, het is een man met verschillende gedaantes. Uh, dat kan je positief neer <laughs> te zien. Uh, je, je, hij heeft een hele populaire podcast over coaches vooral. Um, Leven zonder stress. Leven zonder stress, daar is, hij, uh, daar is hij gewoon heel goed in. En uh, is een totaal andere uh, dan zijn blogs. Uh, de blogs die gaan, die zijn scherp, die worden veelvuldig gelezen. De uh, laatste heeft hij nog op uh, show news en, en, en RTL Boulevard was hij weer uh, met een uh, archivietje. En aan de andere kant doet hij ook wel regelmatig interviews in de spreekbaarspodcast met uh, uh, radio DJ's. En uh, daar hoeven mensen niet uh, met, ze, met de zweet in de rug uh, te zitten. Nee. Dan gaat hij gewoon diep in van, uh, 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 over hun carrière, et cetera. En uh, uh, hoort eigenlijk ook altijd wel dat iedereen. Daar zeer tevreden weggaat en niet van. Uh, hij heeft een aantal uh, antwoorden ontfutseld waar ik niet zo blij mee ben. Dat is eigenlijk. Uh, ik heb nooit mezelf uh, voor mijn Piratenpodcast ook geïnterviewd en uh, toen had ik ook wel zoiets van tevoren van: uh, waar ga ik terechtkomen? Gaat hij uh, straks allemaal hele kritische vragen aan mij uh, stellen? Maar super aardige vent. Totaal niet aan de orde. Nou ja, hij heeft, hij, heeft, hij heeft meerdere petten kan hij opdoen en dat is op zich uh, wel wonderlijk. En uh, je moet er doorheen kijken. En uh, ja, goed, ik heb ook wel eens mensen aan de telefoon gehad die zeiden van ja, ik ben er niet blij mee. Uh, maar goed, ja, dat is, het is natuurlijk een heel klein wereldje waar uh, de media staat bekend omdat uh, dat je snel op iemands tenen staat. Dat heb ik zelf ook wel eens ondervonden. Um, ja. Het zij zo uh, en ik vind het goed dat uh, hij valt op omdat niemand anders het doet ook hè? Dus uh, op de, op deze manier. En dan hebben we het over de de blogs in ieder geval Ja, die, in de, de radiowereld sowieso niet. Nee. nee, Dus niemand durft dat omdat je natuurlijk eigenlijk. Uh... Hij komt, ja, hij komt niet meer bij Talpa aan de bak. Nee, ik kom nergens meer aan de bak denk ik uh, bij 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 de NPO en 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 Talpa en 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 Q. Zie ik het ook niet gebeuren. Hè? Dat is niet erg. Maar hij kan, hij heeft al heel veel andere mogelijkheden. Hij maakt ook eigen keuzes. Hij wil het. ook ook niet, hè. dat scheelt ook weer. En uh, je ziet andere mensen durven het niet, omdat ze weten: als ik hieruit vlieg, dan zijn er tegenwoordig maar een x aantal omroepen of een x aantal zendergroepen waar ik terecht kan en dan moet het nog bij me passen. Dus als je 55 bent, dan kan je Q al zetten. Als je echt een pop-DJ bent, kan je BNR wegschrijven. Nou, dan houden je Radio 2 over Radio 10 en Radio uh, 8, of uh, sorry, uh, uh, Radio 10 en Radio Veronica, en dan uh, zit daar ook nog wel aardige verschillen tussen natuurlijk. Of Radio 5 heb je dan nog? Ja, het is veel. Uh, en, en dat zijn er twee over, bedrijven uh, uiteindelijk. Dus, of, of Radio Corp misschien nog, maar die is wat kleiner. Ja, maar dat is slam. en dat is uh, 100 onder, Ja, dus da dat past ook niet bij iedereen. Dus als jij een bepaalde DJ bent. Nou ja, dan moet je niet ruzie krijgen met een aantal uh, mensen binnen de, de, de radiowereld. Anders ben je heel snel klaar. Hè? En dan kan je je vak niet meer doen zoals je dat wil. Nou ja, je ziet dat Patrick eigenlijk wel uh, een keuze heeft gemaakt. En daar ook aardig succesvol mee is natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, ook de columns van spreekbuis, dat zijn de meest gelezen items uh, van de site. Uh, als je kijkt naar de, 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 de podcast uh, Leven zonder stress, zie je dat die uh, eigenlijk al jaren in die top 50 staat. Uh, en ja. er zijn natuurlijk ook wel een aantal andere die hoog staan. Dat zijn vaak toch wel podcasts van mensen die, uh, die uh, bij een uitgeverij werken of bij, uh, bij, bij, een, bij de NPO zitten. Maar echt in die band podcast die niet ergens vastzitten, Ja, zie je niet vaak voorkomen dat die zo lang uh, ik, ik hoog in zitten. Ik heb er één dag in gestaan in de top 200. Gelijk een screenshotje van gemaakt. Ja. Daar was ik al heel blij mee. <laughs> hey, maar Patrick die neemt ook zijn podcast net als wij nu doen trouwens met, uh, met video op. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Tegen de, de toekomst van podcast is dat over uh, twee, drie jaar alleen nog maar met video... Uh, Spotify is daar natuurlijk ook druk mee aan het experimenteren. Nou ja, druk mee. Die hebben dat geld voor over. Uh, maar die gaan dan ook gewoon normale podcasts gaan zij uh, uh, brengen... waar niet direct uh, uh, beeld bij zit, zoals dit in ieder geval. Ik daar... kan volgens mij ook gewoon letterlijk... Volgens mij kan ik alleen maar mijn video naar, naar Spotify toesturen... als ik uh, mijn podcast ook host daar. Of misschien zelfs wel niet eens. Uh, maar als ik gewoon bij een, uh, een, een onafhankelijk hostingplatform... voor podcasting zit, dan kan ik niet mijn... Video op Spotify krijgen. Ja, bij Nog Spotify niet. video heb je het over, ja. Sorry, kijk, ik had uh, YouTube. Uh, oh, sorry, uh, ja. ja. Uh, eigenlijk zie je dat al die partijen me, mee bezig zijn. Hè? Dus um, uh, volgens mij kan je ook gewoon het plafond hier uh, wat niet zo heel bijzondere is uh, opnemen en dan de audio eroverheen dubben of een foto waar we op staan uh, en daar audio over doen. Ik luister heel vaak trouwens naar interviews op YouTube uh, als ja. een podcast bijna. In plaats van, uh, en dan is dat filmpje, dat draait gewoon. Ja, dat maakt mij niet uit. Uh, uh, alleen, het zit toevallig op dat platform en dat, daardoor gebruik ik dat. Uh, ja, iedereen heeft zijn eigen platforms en soms loopt het, of meestal loopt het natuurlijk door elkaar. Uh, ik, ik heb zelf trouwens voor mijn eigen podcast die ik dus gehad heb, uh, de eerste dertig afleveringen denk ik ook op uh, YouTube gezet. Maar dan gewoon met een foto erbij. Uh, ik, ik denk dat het ongeveer een derde van de, de downloads, zeg maar, uh, die behaalde ik op YouTube. Uh, Spotify en de andere podcastkanalen deden het wel echt een heel stuk beter. Maar goed, dat was ook zonder ja. bewegend beeld. Ja, misschien wil uh, veel kijkers wel jouw gezicht zien als, uh, <laughs> als je aan het praten bent. Uh, Jawel, wilde, weet ik niet. Uh, dus, uh, we uh, hebben uh, twee camera's, <laughs> hè? Dus, uh, we, we gaan vaak naar jou toe. <laughs> <laughs> nee, maar het is, uh, je ziet Netflix uh, ook aan het experimenteren met een audioknop... Uh, uh, ja, ik uh, LinkedIn las ik laatst, dat hij uh, op podcasting gaat inzetten? Ja, die gaan een soort clubhouse uh, gebeuren, gaan ze doen. Clubhouse is natuurlijk heel even heel erg uh, grote hype geweest uh, in midden in de coronatijd. Uh, waren wel veel dezelfde mensen, zag ik trouwens. Uh, ja, tegen de tijd dat ik uh, van die, die wachtlijst af was en ik kon het, oh nee, ik, dat was het. Uh, het was natuurlijk alleen iOS. Ik heb Android. Tegen de tijd dat ik erop op kom, was het ook al bijna weer dood volgens mij. Dat, ja, uh, ja. ja, dat is, is uh, voor mij een paar maanden uh, uh, best wel een hype geweest. Ik denk dat uh, de oprichters nog steeds in hun bedje huilen... dat ze het niet tijdig hebben verkocht. Hè. Want ze hadden voor mij wel een aanbieding voor 4,5 miljard dollar uit mijn hoofd. Ja, dat hadden ze beter kunnen Die hebben ze weggeschoten. <laughs> weg, weg, we, weg en, en toen zag je natuurlijk dat Twitter en LinkedIn en al die andere partijen... die hebben natuurlijk nu zelf dingen opgezet. Hè. Op Twitter kan je maar die, natuurlijk die ook... Die waren ik kan me niet voorstellen dat dat nu heel erg van de grond is gekomen de afgelopen maanden, al die kopieën. Nou ja, kijk, LinkedIn is een geborgen, verborgen parel nog steeds. Ik, ik heb zelf een LinkedIn groep gehad met een kwart miljoen mensen. De, de Mobile Marketing Advertising LinkedIn groep. Ah. Die ik verkocht heb trouwens aan een Engelse uitgever en ik verdiende er echt heel veel geld mee. Want er waren allemaal partijen die wilden white papers en events onder de aandacht brengen. En dat uh, ik was natuurlijk de beheerder. Je zag wel dat LinkedIn daar steeds meer aan ging morrelen wat er allemaal mocht en wat niet. In begintijd kon ik gewoon de hele Excel binnenhalen. Uh, uh, dus je ziet dat uh, dit, ik zeg altijd, het is een gebor, uh, geborgen uh, of verborgen moet ik zeggen, verborgen parel van uh, wat je kan wat veel vakmedia eigenlijk pretenderen, zou LinkedIn natuurlijk helemaal goed kunnen. Precies de juiste mensen aan elkaar koppelen. Nou, dat is, ja. is natuurlijk ook. Uh, als je kijkt hoe groot die zakelijke markt is, ook op het gebied van events. Of van, uh, ook wel heel duur trouwens hoor, qua advertising op LinkedIn. Ja, ik heb één keer ge geadverteerd. Dat kreeg ik een gratis budget. En uh, uh, dat was helemaal het begin. En dan uh, moest ik wel mijn creditcard invoeren. En ik was vergeten om een tijd te stoppen. Als ik toen uh, terugrekende uh, naar bereik, per elke klik uh, kon ik net zo goed uh, de mensen een, uh, een baksteen uh, per post opsturen. Uh, dat was echt voor mij 12,5 euro uh, ja, per, per, per klik betaalde ik. Uh, LinkedIn is natuurlijk wel een heel mooi uh, uh, gedeelte waar heel veel componenten die je ook bij zakelijke podcasts ziet natuurlijk uh, terugkomen. En uh, dan is het helemaal niet zo gek natuurlijk dat ze dus nu dit uh, oppakken. Ze zijn ook al met e-learning's bezig. Nou ja, dat zijn natuurlijk ook allemaal nog uh, uh, zaken die ook wel weer bij podcasts uh, al, al jaren soms uh, gebruikt worden, maar nu ook wel wat meer tot wasdom komen denk ik. Ja. Ja, En hoe kijk jij naar de, de, nou, het komende jaar voor podcasting? Zijn er nog uh, bepaalde ontwikkelingen waarvan je zegt... Van, goh, ik denk dat dit of dit gaat gebeuren of dat dit groeit of dat... Nou ja, de, de shake-out van de coronatijd die is je dus niet doorgegaan. Maar goed, uh, ik, de, de, ik, ja, ik mag niet zeggen ik hoop op een recessie... maar uiteindelijk geloof ik wel dat, uh, dat het uh, op sommige gebieden best goed is... dat er wat gebeurt. Uh, er zijn mensen die wel heel erg... Positief in het uh, leven staan. De millennials onder andere toch wel vaker. Die uh, eigenlijk al uh, meteen uh, beginnen over uh, work-life balance. En uh, op, uh, op, op vrijdag niet willen werken. Dat is een normale ja. zaak. Ja, dat ben ik helemaal niet gewend. Ik ben 46 <laughs> jaar. Uh, dus een, een shake-out zal niet verkeerd zijn. Ook op, ook op het gebied van podcast. Dat we even met de beentjes weer gewoon op de grond komen. Wat ik al zei, ik geloof dat het... Uh, uh, dat er um, 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 kortere podcasts komen. Ik denk dat ah, er... vanmorgen was er een. Uh, jij stuurde mij een interessant artikel door. Over uh, Dag en Nacht Media. Ja. En uh, deze podcast, ik weet nog niet wanneer die gepubliceerd wordt. Maar dat is uh, voor de luisteraar nu uh, waarschijnlijk een aantal weken. Of misschien wel een maand geleden. Maar de overname. Uh, bedrijf uit Denemarken, dacht ik. Of Deens bedrijf, Podimo. Die heeft uh, al eerder een samenwerking met uh, Tony Media. Uh, en nu hebben ze dag en nacht uh, media overgenomen. Maar je gaat dus wat ik lees in het, in het bericht, is dat je gaat betalen voor een deel van de, van de podcast. Vijf euro per maand of zo? Uh, ja, ik denk dat het, dat het een soort langzame transitie is. Dat je eerst gratis kan luisteren. Want je moet wel uh, een bepaalde body creëren. Uh, ze kunnen het niet zo doen als bij Netflix. waar je één maand gratis kan kijken en dan vijf euro. Dat lijkt me best maar lastig. Ik zie het persoonlijk ook gewoon niet gebeuren. Kijk, uh, met, met Petje af bijvoorbeeld. dat uh, heel veel podcastmakers van hun volgers en fans uh, geld krijgen. Die begrijp ik nog, want dan komt het eigenlijk in de zakken van de persoon uh, ja, hij die jij hebt. Een band, je gunt het iemand. Uh, ja, maar niemand uh, gunt het toch dat bedrijf uit Denemarken. Uh, die daar rijk van wordt. Dus, uh, en het aanbod is zo groot. dan ga je toch naar andere uh, podcastseries luisteren. Nou ja, ze hebben met dag en nacht natuurlijk wel uh, een mooie overname gedaan. Er zit natuurlijk wel, uh, als, je, als je die bij elkaar uh, uh, optelt, die hele, het hele bereik, dan heb je een, groot heb je een heel deel, groot deel van, groot deel top van de, po de podcast top, uh, top 40. Ja. Um, uh, maar ja, dat is, dan is de vraag: van, gaan uh, uh, mensen de, de urgentie, voldoende urgentie om dan ook die vijf eurotjes te, te betalen? Vijf euro is op zich nog wel een aardig uh, uh, laag bedrag. Uh, dus dat zou kunnen, ik, ik weet het niet. En, uh, ja, maar die, die versnippering, wat, wat je ook bijvoorbeeld met, uh, met al die videodiensten ziet, dat wordt wel alles bij elkaar. Gaat het best wel om grote bedragen? Tuurlijk. Thuis, ja, nee, uh, dat met is, dat nou, uh, HBO Max en. en, en ik, ik heb thuis, volgens mij, nu inmiddels een stuk of vijf van die abonnementen. En dat ik ook denk: van ja, eigenlijk moet ik er gewoon drie weg doen. Ik heb niet eens de tijd om te kijken, maar ja. Ja. nou ja, dat is. En dan heb je het bij video nog altijd: dat het een, een premium, premium content verhaal is. hè zoals je ook niet gewoon maar uh, tv uh, kan kijken als je uh, een televisie hebt. Ja, dat kan nu wel, natuurlijk, met YouTube en dergelijke. Ja, maar, maar bedoel, ja. Nederland 1, 2, 3, uh, daar moet je ook een kaart voor hebben of. Uh, uh, een abonnement bij een tv-dienst, et cetera. Uh, en dat is met films natuurlijk ook zo het geval. Uh, bij audio is het natuurlijk anders. Hè? Dat de radio is eigenlijk uh, gratis verkrijgbaar. Uh, bij podcast is dat natuurlijk ook die gebeurd. Of is dat ook nu gebeurd? Wat je ook natuurlijk lange tijd hebt gezien bij nieuws, uh, of nieuwssites. Uh, uh, waar je ziet nu steeds meer de, de, de muur voorbij komt. Ja, dat zie je nu ook gebeuren dus bij podcasting. Ik denk dat er gewoon een goed advertisingmodel ook wel, uh, wel, wel goed is om uh, in te ja. zetten. Ja, ja dat, dat verschilt misschien ook een beetje per type organisatie. Kijk, voor de, de dag- en nachtmedia-podcast is dat interessant. Ik denk voor uh, uh, wat meer de doelgroep van mijn podcast. De organisaties die wat meer hun producten, diensten of, of eigenlijk gewoon hun visie onder de aandacht willen brengen. Uh, die zullen wat minder snel gaan adverteren, maar die, die willen natuurlijk daar zelf op een andere manier aan verdienen. En ja. ik, denk dat dat, dat, ja, ik denk dat daar nog wel een uitdaging ligt. Uh, heel veel bedrijven die met inbouwmarketing bezig zijn, die hebben bijvoorbeeld leadgeneratie als belangrijk doel. Ja, kun je een podcast daarvoor gebruiken. Kijk, als jij de top 20 uh, 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 marketeers kan bereiken. Ik denk voor, dan hoef je, je, hoeft niet, je hoeft geen, geen 200.000 uh, uh, consumenten te bereiken. Als jij kan zeggen, de 20 belangrijkste marketeers van Nederland luisteren deze podcast. Dan kan dat natuurlijk best interessant zijn voor uh, ja, een bepaalde doelgroep. Klopt, absoluut. En uh, hoeven ze maar één klant eruit te halen ik noem maar zo simpel is het heel vakmedia werkt natuurlijk ook zo hè nee, maar als jij software verkoopt waarbij een oplossing minimaal drie ton kost ja weet je dan hoef je als je veertig downloads hebt en, en één persoon daarvan die zegt van uh, hey maar wat je daar zegt dat, dat hebben wij ook nodig ik ga eens even bellen ja ja dan kan die hele podcastserie die je de komende drie jaar gaat maken die kan al uit ja dus in die zin wel interessant ik denk vooral ook voor het stukje voor leadership gewoon uh, ja, jezelf als autoriteit neerzet op een bepaald gebied... dat het heel interessant is. Zeker, en dat, dat blijft ook nog wel eventjes uh, het geval. Zeker als je gewoon kwaliteit kan leveren, inderdaad. Ja. ja. Richard, wij gaan de podcast afsluiten... en over leadgeneratie gesproken. Um, wat ik met deze podcast serie doe, dat is uh, de... de uh, nou ja, eigenlijk het gesprek wat we net hebben gehad... die is voor iedereen te luisteren op de bekende podcastkanalen... En we gaan zo nog heel even napraten ook over de podcast die jij hebt en de podcastserie die ik zelf heb gemaakt met wat leuke resultaten daarvan. En wil je dat stuk horen, dan moet je even je e-mailadres achterlaten op inboundforecast.com uh, en dan krijg je gewoon van, uh, nou ja, van iedere week of iedere twee weken publiceren we, maar dan krijg je de, de volledige aflevering uh, die je kan luisteren. Dus uh, dit gesprek sluiten we voor nu af. Iedereen uh, bedankt voor het luisteren. Jij bedankt voor uh, de gastvrijheid dat ik hier in Hilversum langs mag komen. En um, tot ja. zo, misschien. Tot zo, <laughs> <laughs> voor de persoon die, uh, die zijn e-mailadres achterlaat. Ja, waar, ik het, waar ik het nog heel even met je over wil hebben, dat is: um, uh, ik, ik heb zelf dus een, een podcast gehad gericht op piraten. Dus piraten radiozenders, dat is altijd ja. een hobby van mij geweest. En ik heb daar best wel heel veel leuke resultaten mee behaald, die ik niet direct voor ogen had, want ik ben eigenlijk gewoon als hobby begonnen. Maar waarvan ik wel denk: van hé, hey, dat is voor marketeers best wel interessant. Um, een paar voorbeeldjes. Uh, jij hebt natuurlijk Spreekbuis.nl. Ja. Ik heb een aantal keren uh, dat ik dacht van... hé, hey, dit is een, uh, een bekend iemand uit het radio of uit het media-wereldje. Die doet hier een leuke uitspraak. Ik schrijf daar even een persberichtje van. Ja, dat kost me een half uurtje. Uh, die stuur ik naar jou toe. En die komt op Spreekbuis.nl te staan. Linkje naar mijn website van de podcast. Uh, goed voor SEO. Um, nou, ik heb dat ik denk een keer of vier, vijf gedaan. Ook gewoon vanwege tijdsgebrek niet vaker... Uh, ook wel dat het door meer media is opgepakt. Uh, de, de leukste vond ik zelf, uh, ik heb een keer een persbericht eruit gedaan naar nou ja, echt alle landelijke media. En toen werd er gewoon 30 seconden van mijn podcast met Bonnie Sinclair werd op Etiel Boulevard uitgezonden. Ja. En uh, ik, ik moet wel zeggen, het heeft geen extra download opgeleverd. Maar ik vond het wel stoer dat, uh, dat mijn podcast op RTL Boulevard was. Ja, het heeft waarde, maar de ceo is ook wel interessant hoor. Dat, ik bedoel, uh, de spreekbuis komt natuurlijk regelmatig in de, in de, in de media, uh, landelijke media ook. Uh, met link. En dat is goed voor je site, uiteraard, voor je ranking. En uh, goed hoef je, weet, je, weet jij meer van dan ik. Ja, zelfs. maar ja, wat ik ook een hele leuke vond. Uh, We hadden het net al even over uh, Patrick Kikker. Daar ben ik natuurlijk geweest. En ja. ik ben. Uh, uh, iets recentelijk, begin dit jaar ben ik bij Erik de Swat geweest ja. uh, voor een podcast. En uh, stiekem moest ik er wel een klein beetje om lachen. Uh, Erik de Swat heeft daar een uitspraak gedaan over wat hij van Patrick Kikker vond. Dat is opgepakt door RadioFreak.nl. Vervolgens uh, ziet Patrick Kikker wat Erik de Swat over hem zegt. Die schrijft weer een pittige column over Erik de Swat op Spreekbuis.nl. Ja. En dat was gewoon echt een, een, een relletje naar aanleiding van die, een uitspraak. heet dat. Uh, uh. Ja, dat is... Uh, <laughs> En, en uh, uh, ik had daar trouwens geen persbericht van gemaakt. Want ik had zoiets van, ja, dat kan ik niet maken. Maar uh, uh, stiekem is het toch wel weer publiciteit natuurlijk voor mijn podcast. Ja. En die heeft wel echt heel veel extra downloads gehad. Gewoon puur doordat zij eigenlijk een beetje in het openbaar dat, dat gingen uitvechten. Nu is het even de vraag of je dat als bedrijf wil. Maar het geeft wel aan wat, ja, wat zo'n podcast dan teweeg nou ja, kan brengen. Wat, uh, wat kansen uh, daaruit. Rumor toepen? around the brand noemen ze het. En uh, dat kan je op verschillende manieren doen uh, trouwens. Hè. Dat hoeft niet altijd op een uh, kritische of negatieve uh, wijze. Dat kan ook op een positieve wijze. Zeker. Uh, dus, dus ja, daar is gewoon nog heel veel te behalen. Ja. En soms, uh, je verbaas je erover. Jij bent natuurlijk qua content ook nog wel aardig uh, goed uh, daarin. Uh, maar er zijn ook mensen die gewoon niet, geen twee regels op. Op papier krijgen. zijn ook heel veel mensen die geen podcast kunnen maken, want die gaan dan hier zitten met twee microfoons en dan gaan ze denken: van ja, waar moeten we het nou over hebben dan? Ja, Wat heb jij ja, eigenlijk... gisteren gedaan? Wat heb je naar televisie gekeken? Nou ja, ik heb naar uh, journaal gekeken en daarna uh, goede tijden, slechte tijden. Ja, dat zijn natuurlijk geen verhalen waar mensen op staan te wachten. Maar uh, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dat gewoon heel goed kunnen. Hè. Je ziet het een aant, uh, bij een aantal mensen. Patrick natuurlijk, maar ook Marianne Zwageman. Uh, uh, die soms... Uh, uh, Angela de Jong moet ik ook bijzeggen natuurlijk. Hè. Die begrijpen dat je met één citaat in kan creëren. Daar kan ja. een heel artikel komen terwijl het eigenlijk om één citaat gaat. Dat wordt de titel. Ja, dat is gewoon per matig is. Kan je daar heel veel leuke dingen mee doen, inderdaad? Ja. ja dus is uh, PR, CO uh, social media. Ik, uh, voor uh, de podcast die ik had, er dus zat ook een online radiocentra gekoppeld. Heel veel van onze social media uh, content was gewoon eigenlijk uh, fragmenten uit de podcast. Dus daar vind ik hem wel heel leuk voor. Uh, en wat ik eigenlijk al eerder net noemde, dat je gewoon, nou ja, dat ik bij Erik de Zwart thuis aan de keukentafel zat. Ja, weet je, Erik de Zwart had nog nooit van mij gehoord. Ja. Die hoef ik niet op te bellen van uh, mag ik even op de koffie komen. Nee. Uh, maar door zo'n podcast kom je wel, leer je gewoon interessante mensen kennen. Ja. En als je dan uh, dat even doortrekt naar de zakelijke wereld. Uh, is dat natuurlijk best wel een interessante salestactiek eigenlijk die je kan toepassen. Ja, dat is. Uh, ik, uh, ik denk dat ze jou daar ook over kunnen bellen, hoe je dat het beste Je kan heel veel voorbeelden noemen, natuurlijk. Dus dat, ja. is, uh, dat kan ook echt op een zakelijke manier. Hè? Dat hoeft allemaal niet. Uh... Heel erotisch of heel scherp of heel nee, makend of heel spraakmakend. Je kan op een andere manier kan je gewoon uh, inspringen. De 1 april-grappen zijn natuurlijk de meeste. Die komen of, of na, na, na voetbalwedstrijden zie je ook hoeveel, hoeveel partijen eigenlijk heel makkelijk kunnen inspringen in dat gat van als Nederland heeft gewonnen of verloren. Ja, nou, dat is natuurlijk wel interessant, ja. En Wat is voor jou met de Spreekbuis Podcast dan het belangrijkste nou ja, doel of reden dat je begonnen bent? Wat haal je daar persoonlijk uit? Wat haal ik er persoonlijk uit? Ik vind het interessant dat we als spreekbuis meerdere media kunnen aanbieden. Uh, die uh, elk hun eigen waarde hebben. Uh, uh, bij podcasts zie je dat er uh, vooral door Patrick uh, uh, gesprekken worden gevoerd met DJ's. Die veel meer de diepte ingaan. En dat kan je niet in een interview eh, kwijt. Nee. Ik kan hem alles uit gaan tikken. Maar, nee, maar niemand je... gaat ook een half uur uh, dat lezen. Nee. Dat, dat heb je vijf minuten de tijd voor en dan is de concentratie nee. weg. Nee, klopt. Ja. Dus uh, leuk. Ja. Nog iets toe te voegen waarvan nee. je zegt van dat wil ik uh, nog even kwijt? Uh, nee, niet direct. Nee. Maar uh, uh, ja. leuk weer even uh, gesproken te hebben hierover. Ja, wederzijds. Ja. Dank je wel. Goed, super. Dan gaan we hem stoppen.